Duurzaamheid en innovatie is iets wat hand in hand gaat en waar we tegenwoordig ook niet meer zonder willen. We voldoen natuurlijk aan alle landelijke eisen die er op dat gebied zijn, maar we hebben ook heel veel eigen duurzaamheidsambities. Zo is de terminal die jullie achter ons zien, die is LEED Gold gecertificeerd. En dat betekent dat ook meetbaar en aantoonbaar is dat dit een van de duurzaamste terminals van de wereld is. Dat is een van de voorbeelden. Een ander voorbeeld is dat we bijvoorbeeld met de provincie samenwerken aan een project dat heet Power Parking, waarbij we het opladen van elektrische auto's ook op een hele duurzame manier vormgeven. We werken ook samen op de duurzame waterketen. Dat we hier met elkaar zeg maar, een duurzaam watersysteem gaan creëren. Uniek eigenlijk in de omvang die het gaat krijgen. Ook met de samenwerking die we tussen partijen hebben. Waar ook inderdaad ook de provincie als facilitator een belangrijke rol in speelt. Dat betekent dat we aan de basis gewoon gaan reduceren in het watergebruik. En dat we dat uiteindelijk ook op een duurzame manier zeg maar, terug gaan geven zeg maar, aan het watersysteem. Wat ook uniek is, ook dat het pilotproject dat we met de Liander hebben lopen voor gelijkstroom. We creëren hier ook de eerste publieke gelijkstroom naar zeggen van Liander ter wereld. Voor hun is dat een belangrijke pilot, omdat ze ook geloven in de kansen die dit biedt, deze decentrale netwerk. En ze hebben ons gebied gekozen om die pilot zeg maar, te gaan testen in de praktijk. Ja, het maatschappelijk belang van de ontwikkeling van eigenlijk een hele nieuwe luchthaven, dat is natuurlijk best uniek in Nederland, maar ook in Europa, brengt een heleboel kansen met zich mee, zowel voor onderwijs, waar we bijvoorbeeld samenwerken met onderwijsinstellingen voor niet alleen opleidingen, maar ook voor stageplaatsen. Bedrijven hebben heel veel behoefte aan werknemers, dus ook voor werkgelegenheid biedt dat heel veel kansen. En wat ik het mooie vind aan luchthavens is dat het zowel theoretisch voor theoretische opleidingen kansen biedt als voor hele praktische opleidingen. En een ander voorbeeld is dat we samenwerken met de bewoners van dit gebied. Een aantal heeft zich verenigd in de Lelystadse Boer. Een van de dingen die we met hen hebben afgesproken is dat ze de komende 10 jaar, 15 jaar zelfs, de groen onderhoud aan Airside doen. Maar ook veel breder zijn we met hen in gesprek om te kijken hoe we echt met elkaar kunnen samenwerken in dat gebied. Nou, dat is denk ik echt een van de voorbeelden van een hele unieke samenwerking in deze regio. Ja, nee, dat kan ik alleen maar bevestigen. Dus, het geeft inderdaad dynamiek. Het geeft ook inderdaad enthousiasme ook bij deze club, die het feit dat het omdenken zeg maar ook, nou ja, nogal inderdaad, daar zijn ze ambassadeurs van voor deze regio. Ze doen bij ons ook het beheer van het gebied en we proberen ze ook over andere evenementen in te zetten. Zo hebben we ook jaarlijks een oogstevent, wat ook een belangrijke publieke rol heeft en op die manier kunnen zij zich presenteren. En op die manier kunnen wij ook het maatschappelijk belang dienen, nog breder dan dat we onze werkgelegenheidsopgave die wij ook hebben.